Begin april 1945 trokken de Engelsen en Canadezen door Oost-Nederland om ons gebied te bevrijden. De geallieerden wilden snel langs de grens optrekken om zo de Duitse troepen in West-Nederland te isoleren. De Duitse troepen hadden zich verschanst achter het Twentekanaal bij Delden en de oversteek van dat kanaal was heftig. En Canadezen het kanaal over waren, trokken de Duitsers zich terug in de richting van Almelo. De Canadese troepen hadden zich gesplitst. Een deel trok via Borne en een ander deel kwam via Bornebroek naar Almelo. Omstreeks 12 uur waren ze in Bornebroek. Bij de brug over de Wezenbeek in de Bornebroekse straat stokte de opmars. De brug was rond het middaguur met een luide knal vernield. Van omstanders hoorden ze dat de spoorbrug in de Steffensweg wel intact was. Hier is 45 on Beekstraat 11. En we were waiting voor de Canadian, when we saw them coming, my father and I to welcome them. But I do remember going in, and then we hit the street on the other side of the railroad station. Yeah. And then we turned off. There was some shooting up in here. Yeah. There was some shooting, quite a bit. Daar trok een tank de rails op en stopte voorzichtig bij het station Almelo de Riet. Omzichtig trokken ze verder richting de stad. Came in over the railroad bridge to liberate Almelo, and when we came in, the Dutch freedom fighters, there were still snipers, and they were helping us liberate Holland. Like, you know, the snipers would try to shoot, and they would shoot back to protect us, and we appreciated that. Bij wat later de dubbele overwegging heette, hielden ze weer halt. Ze werden beschoten vanuit de toenmalige brouwerij. En op die plek staat nu verzorgingshuis De Koppel. De kolonne splitste zich. Een deel ging via de Bornebroekse straat richting de Veemarkt en een ander deel ging via de Violierstraat naar de kruising met de Bornse straat. De Duitsers die daar zijn, worden aangevallen en verslagen. Zo wordt de weg vrij voor de Canadezen die via Zenderen en de Bornse straat Almelo binnentrekken.
Bij de kruising Bornebroekse straat, Zuiderstraat, was het druk met Almeloers die de Canadezen langs zagen trekken. Op deze beelden zien we café-restaurant Industrie. Daar staan nu, tegenover Plenty Parks, appartementen. Via de Reggestraat werd het Elisabeth ziekenhuis bereikt en gebruikt voor de verzorging van hun gewonden. De troepen trokken via de Hofkampstraat en de Grote Straat Zuid naar de binnenstad. De bruggen in de Grote Straat en de Holtjesstraat waren vernield, maar via het Schokland kon men de markt bereiken. De Duitsers voerden daar een fel vuurgevecht vanuit de bakkersvakschool en de waag. Met hulp van tankgeschut en vlammenwerpers kon dat beëindigd worden. De Canadezen maakten een flink aantal krijgsgevangenen. Er is grote schade aan de gebouwen. Via de Grote Straat en de Oranjestraat kwam men bij de Friese Brug. Ten noorden van het kanaal Almelo-Nordhorn hadden de Duitsers zich ingegraven.
Onder de Friese brug lagen explosieven en de brug werd opgeblazen. De Canadese tank die als eerste bij de brug kwam, werd onder vuur genomen en in brand geschoten. Hierbij kwamen twee Canadese soldaten om. Een plakkaat aan het brugwachtershuisje herinnert je nog aan. In de nacht van 4 op 5 april trokken de Duitsers zich terug richting Friezeveen en was de bevrijding van stad en ambt Almelo een feit. De bevolking kon feestvieren. Met dank aan onze bevrijders. Thank you, liberators.